Tijdens elke ronde van het Hold Your Horses Project gaan we langs op een plek waar paarden onze hulp nodig hebben. We waren voor de eerste ronde welkom op Stichting Paardenopvang de Achterhoek bij Gerrit Simmelink. Al bij aankomst van de eerste dag staat Gerrit ons met een glimlach op te wachten. Hij leidt ons eerst rond op zijn plek en laat de prachtige paarden zien die hij met liefde heeft opgevangen. Hij mag ons nog niets vertellen over het verleden van de paarden, omdat de deelnemers eerst op eigen gevoel en intuïtie moeten werken met een paard. Na een kopje thee gaan we aan de slag. En Gerrit komt regelmatig even langs om te kijken bij de deelnemers. Ik vraag Gerrit hoe het voor hem is om opvanghouder te zijn. Eigenlijk is de stichting My uh, Way of Life. Uh, het is eigenlijk gegroeid met mijn eerste paard. Eigenlijk is dat begonnen omdat ik had. Uh, ik begeerde dat paard en uh, het gooide me steeds af. En, uh, ze zeiden van Gerrit, je hebt geen connectie met dat paard en het gaat nooit tot worden. Maar ik had een connectie als ik hem niet opzocht. Dus ik ging me eigenlijk in verdiepen van ja, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? En, uh, ik heb me eigenlijk uh, ja, laten leiden door dat paard. En daardoor krijg je eigenlijk inzichten en uh, dan krijg je een bewustwording. Uh, dat uh, met paard eigenlijk emotie is. En dat je met emoties heel veel kan doen en dat heel veel mensen eigenlijk gewoon niet luisteren naar een paard. Dus zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Dus hij is eigenlijk stiekem de basis van de stichting geweest. En ja, ik ging als her en der helpen en ging wel eens een paardje opvangen, maar dat deed ik particulier en op een gegeven moment loop je vast en dan kan je gewoon niks meer. En, als ramp, ik had een paardje bemiddeld en het komt op marktplaatsen en privé, heb je gewoon niks te vertellen. Dan is het eigenlijk uh, uh, je eigendom niet meer, dus je, kan, je hebt er niks meer te vertellen. En toen zei hij: ja, Je moet eigenlijk een stichting gaan beginnen, Gerrit. En uh, dan ben je rechtsgeldig, dan, dan kan je contracten doen en die contracten zijn rechtsgeldig. Ja, ik heb dan eigenlijk de zegening gehad. Ik had eerst uh, de plek waar ik begon, wist ik niet eens waar ik ging beginnen. En dat groeide, groeide en. Uh, ja, ik was zelf nog aan het werk en uh, dag en nacht uh, was ik bezig, ik was met de stichting bezig hè, met, en met mijn eigen werk. En uh, ja, dat is zo'n situatie gecreëerd dat ik niet meer hoef te werken. Dus ik kan mijn uh, hart en ziel uh, voor de stichting geven. Uh, het is hier de, de rust die heel erg telt. Dus als mensen hier uh, als vrijwilliger komen, moeten ze kunnen aansluiten in de rust. Als ze, als ze dat niet doen, dan uh, zitten ze hier niet op de plek. En eigenlijk is het ook een beetje uh, ja, een coachplek, want ja, de paarden vertellen je natuurlijk van alles. Dus uh, dat probeer ik dus ook een beetje erbij te doen. Dat ik mensen bewust maken van: uh, ja, waarom reageert paard zo? Waarom krijg je die reactie? En uh, ja, als je daar open voor staat, dan ben je met z'n allen aan het groeien. Dan is het gewoon een, een plek uh, voor ontwikkeling en dan de mensen helpen met paden, maar de paarden helpen de mensen terug. en dat is gewoon, ja, dat is mooi, dat is het mooiste wat er is. en dankbaar, dat is heel dankbaar. maar soms natuurlijk wel heel erg vermoeiend, want je krijgt natuurlijk best wel bakken emoties soms. Ook de volgende dagen worden we ochtends met een glimlach welkom geheten en krijgen de deelnemers vrijheid om met de paarden aan de slag te gaan. Gerrit geniet zichtbaar van alles wat iedereen komt brengen en is erg betrokken. Ik vraag Gerrit hoe hij het ervaart om het Hold Your Horses Project op visite te hebben. Uh, heel verrassend. Uh... Het is hier een serene rust. En uh, het mooie is, de mensen die met jullie meekomen, die uh, sluiten helemaal aan in de serene rust. Dus het is, geeft het een vertrouwd gevoel, want anders heb je niet de serene rust. En ik denk dat dat het mooiste is. Want dan kan je ook het meeste doen voor de paden namelijk. Ik had het stiekem gehoopt, maar ik, ik ga meestal iets heel open aan. En dat is prettig, dat is echt heel erg prettig. En op een dag heb je elf mensen hier lopen. En je voelt niet dat er elf mensen hier lopen. Dat vind ik dus heel erg uniek. Maar heel erg mooi. Omdat je gewoon allemaal in die rust aansluit. Ja, eigenlijk is het Hold your Horses is, is, is natuurlijk een geweldig project. En eigenlijk uh, gebeurt het. Uh, haast uh, op een manier zoals hier de vrijwilligers ook gaan. De mensen komen hier en uh, mensen krijgen contact met de paden. Uh, de paden reageren terug en uh, de mensen geven de paden wat, de paden geven ook wat terug. Dus het is eigenlijk hetzelfde systeem. En doordat het hier de rust is, zijn de paden daar open en, en uh, vatbaar voor. Dus eigenlijk krijg je, ja, je krijgt de mooiste dingen. Je krijgt de mooiste antwoorden van de paarden terug. En ja, dan ben ik gezegend. Ik sta aan de zijlijn en, en ik zie dat allemaal gebeuren. En denk: Oh, wauw, wauw, wauw. En ik denk: Ja, zo wordt het. Zo zijn de paarden normaal ook. En als je dan die rust, die ik zo koester, eigenlijk met vreemde mensen aangaat, en het is acuut. Blijft gewoon diezelfde rust en is het niet anders? Dat is zo verrassend. Zo bevrijdend, eigenlijk. En dat merk je dan. En dan, omdat het heel erg bevrijden is, gaat iedereen zijn eigen gang. Kan iedereen zichzelf zijn en zichzelf ontwikkelen, en leren dus. Deze paden zijn getraumatiseerd. En uh, eigenlijk dankzij jullie krijgen ze een stukje bewustwording erin. En dan kunnen ze ook groeien, namelijk. En dat is geen knopje aan uit. Dat heeft ook meer, meer tijd nodig. Bij sommigen merk ik het wel direct. Maar ik denk dat sommigen gewoon veel langer tijd nodig hebben. En ja, die hebben ze dus hier. Die mogen ze hier hebben. En eigenlijk wat Michelle met Sirius deed: het langeren. En vooral het naderhand spelen met hem vond ik echt helemaal geweldig. Vond ik echt helemaal geweldig. En toen zag ik eigenlijk hoe mooi die was. Van binnen. Volgende week delen we het verhaal van Sirius.